Haha, daar zijn we weer. En waar we naartoe gaan, dat zie je zo meteen. Je was geschrokken, hè? Ja. Toen je dit filmpje aanklikte en me meteen hoorde roepen. Zelfs Jolien was geschrokken. Ja. Hè? Ja, het is de bedoeling dat je wakker wordt van onze vlogs natuurlijk. Hè? Ja. Het is 7 uur in de ochtend als je deze net kijkt wanneer je een pushmelding krijgt. Ja. Het kan ook zijn dat je hem later kijkt. Laat eens even weten hieronder in de reacties hoe laat jij naar onze vlogs kijkt. We hebben ooit zo'n beetje met het idee gespeeld van zouden we misschien onze vlogs een beetje vroeger of een beetje later. Of op een middaguur of weet ik veel wat. Of een avonduur posten. Maar we hebben er nog altijd niks mee gedaan. Dus we weten het nog altijd eigenlijk niet. Post hieronder even hoe laat kijk jij onze deze vlog. Ja, deze vlog. Eventjes eerlijk over zijn. Wij zijn nu trouwens in de auto. We zijn nu heel eventjes in een Alter aan het rondrijden. Ja. Zoals je ziet ook, je ziet het eigenlijk niet echt heel hard. Ja, hier vol daar, met sneeuw. Daar, wat? Daar is een sneeuwruim voor het fietspad. Wow. Ja, dus het heeft nu nog opnieuw, als je als vorige gisteren hebt gezien, toen was eigenlijk de sneeuw bijna weg. Maar nu, ja, het heeft dus eigenlijk terug opnieuw bij. Al het sneeuwen geweest is dus als gevolg van dat het hier helemaal weer opnieuw terug vol ligt. En die sneeuwruimer vind ik echt wel spectaculair. Als hij daar het voetpad of het fietspad aan het reinigen is, dat hij echt woep, het draait allemaal weg. Aan het sneeuw vrijmaken, aan het reinigen is. Reinigen. Dus ja. We zijn nu trouwens onderweg nog naar een vakantiehuis in West-Vleteren. In Vleteren, in Alveringen. Zoiets ergens, ik weet niet echt precies waar het is. Maar het is nu maar wel in West-Vlaanderen. Dus we zijn eigenlijk al een tijdje ook al wel onderweg. En we gaan eigenlijk naar daar, omdat we morgen een brouwerij gaan bezoeken. En dat is de West-Vleteren brouwerij. Dus als er hier bierkenners zijn, zal het nu vast wel eigenlijk... Ik wil je dat toch eventjes al in toetreden. Ja. West-Vleteren hebben ze geen brouwerij. Dat is een abdij. Een abdij. Het zijn abts die daar iets bier brouwen. Ja. En dat is heilig bier, hè? Ja, dat is echt... Wij hebben er maar liefst, denk ik, een stuk of 700 keer voor gebeld. Dat is een heel exclusief bier, het meest exclusieve bier uit België, denk ik zelfs. En dat is de West-Vleteren. Wat ik dus net al zei, de bierkenners zullen het vast wel eigenlijk heel moeilijk kennen. Om aan te geraken, daarom hebben ze zo vaak gebeld. Ja, dat is echt super moeilijk om aan te geraken. Het is echt eigenlijk gewoon een ramp, zeg ik. Ik heb 700 keer gebeld, maar er moet ook wel een grappig weetje ook wel bij. Ik was binnengeraakt 2 maanden geleden, denk ik ongeveer. En toen stelde die man voor kijk, misschien kan je hem ophalen. Ik weet het niet meer. Stel dat het op woensdag was. Woensdag om 10 uur. Ik zei, maar woensdag past, dat past voor ons niet. Ik dacht, ja, jammer. Dat heb ik dus gewoon moeten neerleggen. Na toen 100 keer stip trouwens te bellen was ik binnengeraakt. En nu hebben we nog gewoon 2 maanden volgehouden. Dat is een heel erg korte tijdspanne. Elke keer iemand die daarvoor kan bellen. Het is echt elke keer zo'n 2 uurtjes of 3 uurtjes per dag. En dan zo denk ik 2 of wel 3 dagen per week. Dus echt heel erg weinig. Maar het is gelukt. We mogen morgen daar onze bierbakken gaan afhalen. Wij hebben er trouwens 2. Want daar zijn ze dan ook nog eens heel erg exclusief in. Maar ja, kijk, je mag maximum 2 bakken maar meenemen. Dus dat is ook nog een keertje zoiets. Maar ja. En nu eerst eventjes nog naar ons vakantiehuisje. Ja, je kan al zagen hoor, vind ik. Amai, zeg. Sorry. Een beetje over bier een beetje zitten zeven. Ja, en dat dan nog terwijl we zelf momenteel geen alcohol drinken. Omdat we aan de Dry January bezig zijn. Maar toch wel, ik ben toch wel trots dat het toch eindelijk gelukt is. Dus ja, heel blij mee. We zijn hier dus uit hier aangekomen in het vakantiehuis. Ik sta hier in mijn nieuwe pyjama. In mijn push-in pyjama. Zo ziet hij eruit. We gaan hier dadelijk ook nog een toffe Instagram foto mee maken. En het is echt een heel groot huis. Zeker voor ons met 2 eigenlijk. Is het mooi hier? Heel mooi. Ja. Dus ik ga even jullie een korte rondleiding geven. Hier zie je de woonkamer met ook nog een televisie hier. Echt super cozy. Dan heb je hier ook nog een trap nog naar boven. Daar heb je een slaapkamer. Dan heb je hier ook nog een eetkamer. En ook een werktafel daar nog. En dan hier heb je een hele grote open keuken. Vind ik zelf heel erg fijn, zo'n open keuken.
En hier heb je gewoon eigenlijk alles aanwezig wat je ook maar zou kunnen nodig hebben in een vakantiehuis. Dus voor ons nu persoonlijk hebben we niet heel veel nodig. Maar de waterkoker staat hier wel al lekker te koken voor een lekker tasje thee. Maar voor de rest denk ik niet dat we echt hier van de keukenfaciliteiten gebruik gaan maken. Dan is er ook nog de badkamer. Niet echt iets bijzonders, niet heel veel te zien. En een typisch... Ik weet zelfs niet dicht aan gaat. Een typische badkamer. Gewoon een douche, ook een lavabo en ook een toilet daar. Dus alles wat we nodig hebben. Ook lekker warm in de badkamer heb ik ontdekt net. Dan heb je hier ook nog de voordeur. Dan heb je zo'n klein inkomhalletje waar onze jassen hangen. Ook niet zo heel bijzonder. Wel handig. Dan ga ik nu de trap op. Hoppa. Dan springt al het maand dus ook al een licht aan. En hier is twee slaapkamers. Deze is eigenlijk niet nu voor ons. Ik heb hier wel onze koffers liggen. Maar hier heb je dus ja, slaapkamer met een babybedje. Niet nodig. Hier zou je ook nog een extra badkamer hebben. Ook niet echt nodig. Hier is dus het gedekte bed. Hier gaan wij dus slapen. In dit bedje hier. Dus we hebben ook nog een mooi uitzicht. Op een vijver. Dus dat is echt een heel tof dingetje. Hier zou ook nog een wellness in zitten. Maar ik denk niet dat we die gaan gebruiken. Maar wel heel tof. Moest je afvragen waarom zitten er zo ruitjes op het beeld daarnet. Dat is omdat er een vlieger in zit. Maar die zo. En dan nu ga ik terug naar beneden een lekker tasje thee drinken. En gaat Tiano even een Instagram foto maken met mijn nieuwe pyjama. We zijn hier echt volop bezig om hier Instagram foto's te maken. We hadden het een tijdje al zo laten eigenlijk opstapelen van... We hadden wel een paar leuke items of dingetjes ook al wel beloofd aan jullie. Zoals ook onze trilplaat, die hebben we hier trouwens ook meegebracht. Dat is de trilplaat van de Lidl en daar zijn we echt super mega tevreden van. Ik ben er ook al een tijdje op aan het oefenen en doen. Jello heeft net ook al een beetje aan het sporten geweest erop. Ja. Hij heeft nu ook nog een keer zijn hele outfit aan van de Lidl. Ik trouwens ook, als ook een legging, sokken vanuit de Lidl. En ik heb ook een sport-BH aan, de eerste keer in mijn leven. Ik moet wel zeggen, het was niet heel gemakkelijk om hem aan te doen. Jello heeft eventjes moeten helpen. Het is echt een heel erg strakke BH. Ik ben dat niet zo gewoon. Maar het is wel natuurlijk heel stevig. Als ik dus nu ga sporten of doen, dan kan ik heel gemakkelijk ja, lopen, bewegen. Gewoon die dingetjes. Dan zijn ze niet lastig. Dan zijn ze niet lastig. Dat is mooi uitgelegd, vind ik hoor. Dus en ik vind ook het truitje ook echt heel erg prettig zitten. Het is wel losser. Het zit echt heel erg prettig. Stoort het ook niet. En dan nog een goede sport-BH erbij. Dus alleen maar top. En nu gaan we hier ook nog het fitnessmatje uittesten. Als ook op foto zetten voor jullie. Dus als jullie graag de beelden willen zien, moet je eventjes onze Instagram checken. En dan kan je het zien. Onze Instagram is trouwens Jolien_Jenno. Jenno doet jullie boven eventjes op bed een dutje te doen. Want hij was een beetje moe geworden van ons autorit. Van onze autorit. Maar ik kan niet eens nog gaan praten. Ik heb dus net ook even ook nog mijn pyjama aangetrokken. Om even te chillen hier in de zetel. Kijk ook, de kussens zijn super matching met de pyjama die ik aan heb. Kijk, toevallig. Ik heb hier ook een lekker theetje gemaakt. Dus dan kan ik een beetje opwarmen. Ik ga zelf een beetje lezen in mijn boek van Linda van Rijn. Casa Ibiza. En dan eventjes gewoon ontspannen en even niets doen. Dat is ook echt zo fijn. De tussentijd ook al donker geworden buiten. Zegt trouwens denk ik heel veel in de tussentijd. Maar het is wel zo, het is weer een tijdje verder. Jenno is ook terug wakker. Het is ook donker geworden, dus onze gordijntjes zijn hier nu ook gezellig toe hier in ons huisje. En wij hebben honger gekregen, dus hebben we besloten om een beetje verder naar de pannen te rijden, daar iets lekkers te eten. We zijn er al een keertje eerder geweest op restaurant, naar een Italiaans restaurant in de pannen en dan vonden we een hele lekkere pizza. Dus hadden we gezegd van kijk, we gaan nu gewoon terug, want hier in de buurt, hier in Alvertingen zitten we, hier is er eigenlijk niets... te doen. Geen hol te doen. Dan hebben we het al heel erg mooi uitgedrukt. Hier is gewoon niets. We hebben aan alles opgezocht. Maar ik denk dat ik zeker 50 restaurants heb gevonden. Maar bijna alles is ofwel gesloten vandaag. Ofwel hebben ze geen vegetarische opties. Ofwel is het gewoon belachelijk duur. En ofwel zijn het mini, echt in die mini gerechtjes dat we eigenlijk altijd niet zo graag eten. Dus hadden we gezegd van kijk, we rijden gewoon 20 minuutjes. Dan weet je wat lekker is.
betaalbaar is. En ja, kunnen we eventjes ook nog een keer even de zee zien, hè? Water, water. We drinken alleen maar water. En we eten pizza. Pas op, dat is pikant voor je van het huis. Dat is heel, 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 heel pikant. Oké, okay, dankjewel. Maar smakelijk. Smakelijk, hè? Smakelijk. Het ziet er heel lekker uit. Een pizza zonder kaas met ananas, paprika en ui en olijfjes. En nu sta ik hier naast een Teletubby. Op een hele stille dijk, zeedijk, want we zitten op de zeedijk nu, aan de pannen. Het is hier wel berenkoud. Ja, we gaan hier ook naast een ijsbeer. De ijsbeer? Ah, vandaar. En ja, daar is de zee. Maar de zee is weg, we zien de zee, het is donker. En we horen de zee ook niet. Ja. Het is een mooi landschap nu, hè? Want het is veel te koud, hoor. Ik ga maar terug naar de auto en dan gaan we terug naar ons vakantiehuisje. We zien jou morgen heel graag weer voor een nieuwe vlog. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.